Het zit ook niet zo. Hij is echt veel te klein. Even als je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is alweer dinsdagavond. Vandaag overdag heb ik echt allemaal van die huishoudelijke klusjes gedaan. De camera's leeg. Top. Echt helemaal ruk dit eigenlijk. Maar ik ga dus mijn extensions laten zetten. Dit is mijn haar before. Lekker peenhaar. Lekker dun. Dus ik ga zo meteen naar Beauty by Rose toe. En dan ga ik het daar weer in laten zetten. Nu voor een tweede keer. Vorige keer was ik echt super tevreden. Dus ik denk dat het nu ook helemaal goed gekomen. Ik ben natuurlijk nu wel ietsjes blonder. Maar ik denk dat dat wel goed komt. Ik moet er om 7 uur zijn. Het is nu 7:30, dus ik ga over 10 minuutjes rijden. En dan ben ik weer eventjes klaar hoor, jongens. Met naar de kapper gaan. Ik heb natuurlijk keratinebehandeling gehad. Ik heb mijn haar geverfd. Nu weer extensions erin. Dus ja. Ik ga ondertussen eventjes mijn camera in de oplader leggen. Zodat ik morgen geen lege camera heb. Het is vandaag alweer donderdag. En ik ben net wezen sporten. Ik ga dat weer proberen een beetje op te pakken. Want ik heb dat de afgelopen maand, anderhalf maand, echt heel erg verwaarloosd. Mijn extensions zitten erin. Ik ben er echt super blij mee. Het is nog best wel een beetje bot aan de onderkant. Maar ik heb het nu natuurlijk niet, gesteld en zo. Dus het hangt echt zo vlak naar beneden. Maar vandaag is echt een super leuke dag. Er komen zo meteen allemaal leuke pakketjes binnen. Eentje van de Zara, eentje van ASOS. En 2 paar sneakers voor een samenwerking. Dus die ga ik jullie ook laten zien. En ik heb hier nog een pakketje van Look Fantastic. Dat wil ik jullie ook nog laten zien. En ik heb een pakketje van Björn Borg. Dus het wordt echt een dag vol met pakketjes laten zien. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Maar vaak probeer ik daar wel wat meer mee te minderen in de weekvlogs. Maar deze week zijn er gewoon zoveel leuke dingen dat ik jullie dat gewoon heel graag wil laten zien. En aan het eind van de dag wordt ook echt super leuk. Oh, ik zou een beetje in lid. Ik zet jullie weer even neer. Maar Lief is een vriendinnetje van mij en die werkt bij een mediabureau en als fotograaf en zo. En die had dus een samenwerking voor een hotel en die vroeg of ik dat leuk vond. Dus daar ga ik vanavond met Rowan naartoe. Ik had al met Rowan afgesproken, dus daar gaan we gezellig samen nu naartoe. Het is een Novo Hotel in Den Haag, dus dat is ook lekker dichtbij gewoon. Echt chill. En dan gaan we vanavond lekker uit eten. Morgen krijgen we lekker ontbijtje. Morgen gaan we ook ergens lekker lunchen. Dus het wordt echt super gezellig. Ik ga jullie er lekker in meenemen. Eigenlijk zou ik vanmiddag ook even foto's gaan maken met Keir bij Madelief. Want de vriend van Keir die heeft dus een eigen kledingding. Ik zal het wel eventjes laten zien, misschien wel leuk. Dat heet dus San Luca, als ik het goed uitspreek. En die heeft nu dus weer nieuwe shirtjes. Er komen ook volgens mij truien aan, maar hij heeft nu in ieder geval shirtjes. Lekker van die grote oversized. Ik heb de witte met blauw. Staat dit op de achterkant. En Keir heeft een beige volgens mij. Ja, Keir heeft een beige, want er zijn 2 kleuren, wit en beige. Daar zullen we eigenlijk eventjes wat foto's van gaan maken met Madelief. Alleen Keir die is dus echt heel erg ziek, dus dat gaat niet door. Maar ik heb wel gevraagd aan Madelief of ze even een paar foto's van mij in het shirt kan maken. Dan zijn er alsnog wat fotootjes. Dat is misschien wel leuk. Dus dat is voor vandaag de planning. Ik ga eventjes ontbijten, douchen klaarmaken. En zal ik alvast Look Fantastic laten zien? Ik ga Look Fantastic alvast aan jullie laten zien. Ik heb namelijk weer echt super veel dingetjes mogen uitzoeken bij Look Fantastic. Tot nu toe is echt, afgelopen maanden waar ik echt onwijs blij mee ben. Want ze hebben daar gewoon echt alle merken. NARS, Bobbi Brown, ze hebben daar dingen voor je haar, Olaplex, ze hebben er echt van alles. En ik mocht weer wat dingetjes uitzoeken, dus dat ga ik even laten zien. Jullie hebben waarschijnlijk ook wel in mijn weekvlogs gezien dat ik de afgelopen weken superveel met mijn haar bezig ben geweest. Dus ik heb een keratinebehandeling gehad, het is blonder, het is geknipt, ik heb weer extensions. Maar doordat ik het natuurlijk ook weer blonder heb geverfd, gaat de kwaliteit ook weer achteruit. Terwijl ik het juist gezond wilde laten worden. En dat was het eigenlijk ook wel. Ik moet zeggen, het valt me nog mee. Alleen de voorste plukjes hier zijn wat broos en zo. Maar daar heb ik dus wat dingetjes voor besteld. Ze hebben dus op Look Fantastic heel veel van die haarsupplementen. Dus ik heb een beetje onderzoek gedaan. Een beetje reviews en zo gelezen. En toen kwam deze er dus uit. Dat die dus heel goed schijnen te zijn. Dus die heb ik besteld. Er zitten in een potje. Ik ben er al mee begonnen. In een potje zitten 120 capsules. Kijk. Lijkt een beetje kleine chocolaatjes. Ze zijn ook echt totaal niet vies. Je hebt echt van die haarpunten. Die hebben echt zo'n vieze nasmaak. Maar deze echt totaal niet. En je moet er dus 2 per dag nemen. Dus ik ga dit nu 4 maanden proberen. Want 1 zo'n doosje is dus voor 2 maanden. Dus ik ga dit proberen en kijken of dit werkt. Ik hoor dus online echt hele goede recensies. Niet per se dat je haar er super snel van gaat groeien. Maar dat het gewoon gezonder wordt. En
beter. Dus dat is mijn doel. Dus die heb ik besteld. En dan zag ik ook van The Ordinary een haarserum. En dat zag ik heel vaak op TikTok voorbij komen. En dat is dus, dat doe je dus 's avonds voordat je gaat slapen. Doe je dat dus op je hoofd uitdruppelen. Bij je haar aanzet. Dit ook met zo'n pipetje. En dat doe je dus dan hier zo gewoon op de plekken waar je het wilt. En dan zou je dus je haar sneller moeten gaan groeien. En ik heb dus online gelezen, heb ik ook weer reviews van opgezocht. Dat mensen echt zeggen dat hun babyhaar super snel is gaan groeien. Veel gezonder eruit ziet. Dus dit ga ik ook gewoon proberen. Ik ga daar gewoon alles aan doen om weer een beetje lekker gezond haar te krijgen. Althans hier bovenop en hiervoor. Want de rest valt op zich nog wel mee. En nu met die extensions valt het al helemaal niet echt op meer. En dan heb ik nog een laatste dingetje voor mijn haar. Oh nee, bijna een laatste dingetje. Dat is deze. Ze hebben dus nu van Olaplex dus een nieuw. Ik heb echt al van Olaplex nummer 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nu dus ook nummer 9. En dit is dus een serum voor in je haar. Wat dus ook je haar beschermt tegen de hitte. En dat maakt je haar dus zachter, mooier, glanzender, weet ik het wat allemaal. Dus die wilde ik ook wel uitproberen. Gewoon met zo'n pompje. Dus hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Want ik vind Olaplex echt super fijn werken. Ik gebruik de shampoo iedere dag. Ik gebruik iedere week een nummer 3. Of nummer 0 of nummer 8, weet ik het wat. Maar die vind ik dus echt heel erg fijn. Dus ik denk dat ik deze ook heel erg fijn ga vinden. Dan als laatste voor mijn haar heb ik dus zo'n klein kammetje. Mensen maken natuurlijk van die hele mooie sleeky buns. En dus het is altijd met zo'n soort kammetje. Dus deze zag ik op hun website. Dus ik dacht, die bestel ik ook mee. Dan hier heb je een normaal klein kammetje. En hier heb je dus echt zo'n, ja, waar je dus helemaal mooi strak mee kan maken. Ik weet niet of het mij heel leuk staat, zo'n lage knot. Maar zo'n lage staart vind ik op zich wel leuk staan. Maar misschien nu weer met wat dikker haar. Dat zo'n knotje ook wel leuk staat. Maar goed, die heb ik dus besteld. Dan heb ik eventjes 3 nieuwe kwasten. Ik heb deze kwasten al. Maar ze waren wel eventjes aan vervanging toe. Want ze waren helemaal vies en lelijk geworden. En nou, ik had ze echt al super lang. Het zijn dus kwasten van Real Techniques. Allereerst deze. Hier breng ik altijd mijn foundation dan eerst mee aan. En dan daarna blend ik het uit met een beauty blender. Ook van Real Techniques. Maar die had zelfs nog de oude verpakking. Want ze zijn dus van verpakking en ding veranderd en zo. Kan je nagaan hoe oud die al was. Dus die was sowieso wel eventjes een vervanging toe. Dat is deze. Gewoon een heel simpel kwastje. En dan breng ik zo mijn foundation ermee aan. En dan ga ik daarna met die beauty blender overheen. Want ik vind gewoon dat dat het mooiste effect geeft. Dan heb ik eventjes een nieuwe poederkwast. Gewoon heel simpel. Die heb ik al. Die vind ik echt super fijn werken. Lekker een grote. En dan heb ik een nieuwe blushkwast. Die vind ik ook echt heel erg fijn. Ik vind de kwasten van Real Techniques gewoon fijn. Blijft gewoon lang mooi. En zijn ook helemaal niet duur. Volgens mij zijn deze rond de 11 euro per stuk of zo. En ik heb ook voor jullie een kortingscode van 20%. Met de code FLEURLF krijg je 20% korting op je aankoop. Maar ik zal het nog wel eventjes allemaal voor jullie in de beschrijving zetten. Dan heb ik voor Foreo nieuwe maskertjes besteld. Want ik heb dus zo'n Foreo mask apparaat. Maar dan moet je dus maskertjes soort van opzetten. Ik heb dat wel eens in een video laten zien volgens mij. Dus ik heb eventjes een nieuw doosje met allemaal maskertjes besteld. Volgens mij zitten er 12 of 10 in of zo. Dus daar kan ik er eventjes lekker mee vooruit. Ik vind het echt super lekker, die maskertjes van Foreo. Dus ik was blij dat deze ook op Look Fantastic staan. Maar ze hebben zoals ik echt super veel merken. Dan iets wat ik de vorige keer ook heb uitgekozen. Waar ik echt heel erg blij mee ben. Zoe die had toen ook een bestelling bij Look Fantastic geplaatst. En die zei toen, volgende keer als je gaat bestellen moet je echt deze crème. Nu heb ik dan iets andere gedaan. Want ik heb de hydraterende crème gekozen. En zij volgens mij eentje voor onder je make-up. Maar ik had die toen gekozen de laatste keer. En ik vind hem zo intens fijn. Dat ik dacht, ik bestel alvast een backup als die ander op is. Van Bobbi Brown dus. En het is gewoon een dagcrème. Een hydraterende dagcreme. Maar die vind ik echt, echt heel erg fijn. Die gebruik ik ook iedere dag. En vriendinnen van mij gebruiken hem ook. Biba vindt hem ook helemaal lekker. En daarbij kreeg ik dit gratis tasje erbij van Bobbi Brown. Heel erg chill om make-up of zo in te doen voor als je een weekendje weggaat. Of nou ja, vanavond ga ik natuurlijk naar het hotel. Dus dan kan ik hier mijn make-up en dingen in doen. Handig tasje. En als laatste heb ik van NARS een lippenbalsem uitgekozen. Ik had dus ook laatst van NARS, of nou laatst, 2 bestellingen geleden of zo, had ik een lipgloss uitgekozen. Die vind ik echt super fijn. En nu heb ik de lipbalsem uitgekozen. Die schijnt ook best wel bekend te zijn. Ik heb hem in de kleur Dolce Vita. Is wel donker, maar
Het is gewoon lekker lippenbalsem met een kleurtje. Dat vind ik wel gewoon heel erg mooi. En ook nog eens verzorgend, want ik hou dus niet heel erg van lipstick en dat soort dingen. Dus dat zijn deze dingetjes die ik van Look Fantastic heb gekregen. Waar ik heel erg blij mee ben. Ik zal linkjes en kortingscode in de beschrijving zetten voor jullie. Want 20% korting is gewoon super chill op dingen die je dagelijks gebruikt. Zoals Olaplex, maskertjes, make-up kwasten. Ze hebben ook allemaal make-up. Ze hebben ook MAC make-up. Daar krijg je ook 20% korting op. Dus echt een aanrader. Ik ga nu eventjes lekker ontbijten. En wachten op mijn pakketjes, douchen. En dan zal ik jullie de rest laten zien. Ik heb eventjes mijn haar gedaan, make-up opgedaan. Super dom. Ik dacht dus dat mijn ASOS pakketje vandaag hier bezorgd zou worden. Het zou tussen 12 en 1 komen en het was er nog niet. Dus ik ging kijken. Er stond wel bezorgd. Heb ik het dus per ongeluk bij mijn vader laten bezorgen. Echt super stom. Dus dat ga ik morgen even halen, want dat ga ik nu niet meer redden. Maar ik heb natuurlijk een hele doos van Bjorn Borg gekregen met allemaal kleding en zo. Wat ik aan jullie wil laten zien. Maar ik dacht misschien is het leuker om het aan te trekken en dan te laten zien aan jullie in plaats van zo vasthouden. Dus dat is wat ik nu ga doen. Allereerst heb ik dit joggingspak. En deze leger groene kleur. Ik vind het echt een mooie kleur. Vroeger droeg ik dit zoveel. Nu weer wat minder. Maar ik vind het wel echt nog steeds een hele leuke kleur. Joggingspak is zo intens zacht. Ik weet niet of je dat op camera goed kunt zien. Maar hij is echt niet normaal. Die broek sluit ook gewoon mooi aan. Niet zo'n hele wijde. Gewoon een keertje weer een strakkere. Vind ik ook wel leuk. Ook gewoon leuk te combineren met een wit t-shirtje of zo. Want hier heb je dat logo. Is ook een beetje wit. En met deze hoodie erop. Als het goed is, heb ik... Even kijken. De broek heb ik in een maatje XS. En de hoodie denk ik ook. Of in een S. Even kijken. Nee, de hoodie heb ik wel in een S. Zodat hij iets oversized valt. Heel erg leuk. Heel blij mee met deze. Dan diezelfde joggingsbroek heb ik ook in het grijs. Grijs is natuurlijk altijd echt top. En ik heb hier dus ook een sweater bij. Alleen die heb ik van de week al aangehad. Dus die zit in de was. Want die zit ook echt heel erg lekker. Dat is dus gewoon een sweater zonder capuchon. Dan heb ik dit groene topje. En dit is dus precies dezelfde kleur als die joggingsbroek. Dus deze zou je er ook nog op kunnen dragen als topje. Of als sporttop. Want je hebt ook allemaal leggings bij Bjorn Borg. Hele sportcollectie. En deze heb ik in een combinatie maat SM. Dat was de kleinste die er is. Hij is wat ruim. Maar op zich vind ik dat niet heel erg. Je kan er altijd nog een extra sport BH onder doen. Als je dat liever hebt. Want hij... Schijnt wel een beetje door, zoals je ziet. Maar dat zijn deze twee items. Echt lekker topje dit. Leuk ook gewoon voor met een blazer of zo eroverheen. Dan nog een topje in die groene kleur. Dit is dus ook gewoon heel erg leuk te combineren dus met die groene joggingsbroek. Want het is dus echt... Ja, ik zal het wel eventjes laten zien. Kijk hoe leuk dit staat zo. En dan heb je hier dus ook weer dat logo van Bjorn Borg. Wat dus ook op die broek hier zo zit. En dit is dus een one shoulder. Wat ik wel echt heel erg mooi vind. Keertje wat anders. Dit zijn sporttopjes. Dus dit kan je gewoon dragen met sporten. Ik heb deze in een maatje S. En ik moet zeggen, hij zit redelijk strak. Maar voor het sporten zit hij juist perfect. Omdat dan alles gewoon blijft zitten natuurlijk. Dan heb ik een legging waar eigenlijk ook het topje bij hoort. Maar ik wil het eventjes laten zien. Want zo kan je het natuurlijk ook dragen. Want die legging is een beetje een grijze kleur. En dat logo hier is dezelfde kleur. Dus ook super leuk om zo te dragen. Deze legging heb ik in een combinatie maat SM. Dus de kleinste maat die er is. Ik kan hem dus helemaal zo omhoog dragen. Maar ik vind het fijner om hem iets lager te dragen. Dus dan kan je hem ook zo omslaan. Maar ik heb hier dus ook nog een topje en een trui bij. Dus die ga ik nu even aantrekken. Dit is de top die er eigenlijk bij hoort. Als je misschien ziet, is die bij mij een beetje groot. Het is ook weer combinatie maat SM. Maar ik vind het zelf niet heel erg dat die wat losser zit, wat wijder. Vind ik wel lekker om in te chillen. Gewoon lekker op de bank. En met sporten zou ik er gewoon nog een extra sport bij denk ik onder doen. Maar ik heb dus bij deze set ook nog een bijpassende trui erbij. Kijk. Echt een hele mooie kleur vind ik. Een beetje grijs gebroken wit. Nou, niet gebroken wit. Een beetje grijs-wittig. En deze heb ik in een S. En ik had dus vorige samenwerking van Bjorn Borg had ik ook een trui. En in die trui leef ik echt. Ik vind die echt heerlijk. Ik ben super blij dat ik nu weer een paar truien van Bjorn Borg erbij heb. Kijk, heel chill. Je gewoon een heel pakje. En ik heb van Bjorn Borg voor jullie ook nog een kortingscode. Want met de code FLEUR20 krijg je 20% korting. Ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten. Stofjes zijn echt oprecht super zacht. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. En als je denkt aan Bjorn Borg, moet ik altijd aan vroeger denken. Maar het is echt niet meer wat het vroeger was. Ze hebben gewoon super mooie sportsetjes, lekkere joggingspakken. Kijk, je kan ook nog zo naar binnen slaan, zodat je een beetje kropt. Sweater heb. Maar dit kan je natuurlijk ook gewoon normaal als sweater dragen. Dit hoeft niet per se voor te sporten zijn. Kan ook gewoon lekker om te chillen. Of met een leuke outfit, leuke blazer eroverheen. Dat ga ik eens proberen.
Als je hier nou een leuke blazer overheen hebt, dan heb je gewoon een outfit. Oh, ik vind het nog best wel leuk eigenlijk. Kijk. Ik doe er gewoon een blazertje overheen. Een paar sneakertjes eronder. Ik heb een heel leuk outfit. Dus dat zijn de items van Björn Borg. Voor 20% korting. Ik wacht nog steeds op mijn schoenen. En op mijn Zara pakketjes. Als die binnen zijn, zal ik die ook laten zien. En dat zijn dan voor vandaag eventjes de laatste pakketjes om te laten zien. En dan morgen ga ik mijn ASOS pakketje bij mijn vader ophalen. Dus dat laat ik dan morgen aan jullie zien. Nou jongens, echt wat een gedoe vandaag met die pakketjes. Het gaat allemaal fout. ASOS is mijn vader bezorgd. En ik zit gewoon de hele tijd op de bank. En ik krijg opeens een melding van die schoenen. Hoe heet dat? Het is bezorgd. Maar ik heb helemaal geen bel gehoord, helemaal niks. Dus ik kijk, er staat er een nummer. Ik ga niet zeggen welk huisnummer. Maar er staat een huisnummer. En dat is niet mijn huisnummer. Dus ik bel haar aan. Ze doen niet open. Ik dacht, nou, kijk nog bij de andere buren. Of misschien daar is bezorgd. Ook allemaal niet bezorgd. Ik dacht, hoe kan dat nou? En ik krijg net opeens een melding van dat pakketje is meegenomen naar een afvalpunt. Dus dan kan ik het morgen ophalen. Geen idee waar het fout is gegaan. Maar goed, mijn Zara pakketje is er wel. Dus die ga ik eventjes aan jullie laten zien. Ik denk dat iedereen ondertussen wel de bekende denim jumpsuit van de Zara kent. Nou, die heb ik ook besteld. Maar ik heb ook nog een andere besteld. Want je hebt natuurlijk eentje met zo'n corset top. Ik had hem vorige week vlog verteld dat ik die heel graag wilde. Dat hij iedere keer was uitverkocht. Maar hij was nu op voorraad in een XS. Dus die heb ik besteld. En ze hadden er dus ook eentje. Die had ik bij Noah op haar TikTok gezien. Vond ik ook wel heel erg leuk. Met mouwtjes eraan. Ik dacht dat is misschien wel iets toegankelijker voor. Want die ander, ja, kan je ook wel een blazer of zich overheen doen. Maar dat is deze. Deze heb ik in een maatje XS ook. Dat is €50. En die ander heb ik ook in een XS. En deze ziet er heel klein uit. Oh god, dit ga ik toch nooit passen. Tjongejongejong. Ook €50. Ik ga ze nu even aantrekken. Ik weet niet of jullie het zien, maar hij is echt veel te klein. XS. Ik heb altijd een XS. Wat is dit voor rare mate iets? Oké, dan moet ik hier dus nog eventjes een S van nabestellen als die weer op voorraad komt. Maar die was ook heel de tijd uitverkocht. Ik weet ook eigenlijk niet of ik dit wel heel erg leuk vind bij mezelf. Misschien, ik hoop dat die andere leuker is. Oké, dit is die ander. Die past wel. Maar ik weet niet of dit leuk is. Ik weet ook niet wat ik van die kleur vind. Of die kleur leuk vind. Qua lengte is die wel echt perfect. Dat heb ik namelijk echt nooit. Ik twijfel. Dit is wel een XS. Die past dan wel weer. Maar ik denk dat het gewoon aan dat corset ligt. Want vorige week had ik dat corset topje natuurlijk gekocht. Moest ik ook in een S hebben. Dus ik had het eigenlijk kunnen weten. Wat vinden jullie hiervan? Ik weet het even niet zo goed. Ik me niet een beetje een boerinnetje. Of moet hij nog eentje meer dicht? Aan de ene kant vind ik dit heel erg leuk. Maar aan de andere kant weet ik het niet echt. Lastig. Wat vinden jullie? Vinden jullie dit leuk? Of zeggen jullie, ik snap wat je bedoelt met de kleur en dat je een beetje een boerin vindt. Ik heb ook van die grote bovenbenen erin. Wij zijn aangekomen in het hotel. Echt super lekker kamertje. Ik ga het wel even laten zien. Kijk, hier kom je binnen. Hier een heerlijk bed. We hebben al ons eten voor vanavond uitgestald. TV. Roos even aan het kijken of we hem kunnen streamen. Anders kunnen we misschien nog een HDMI-kabel kopen. Kijk, en dit is hoe het hotel heet. En volgens mij hebben we dus ook uitzicht op de passage. Kijk. Hier zijn allemaal winkeltjes en restaurantjes. Daar gaan we dus vanavond ook eten. En morgenochtend of middag lunchen. Nou, hier heb ik nog een lekker bankje. Dan heb je dus hier een badkamer. Maar we wisten dus niet dat we een bad hadden. Anders hadden we even lekker wat dingetjes meegenomen. Maar goed, wij gaan nu even wachten op Madelief. Want die komt zo meteen ook als het goed is hierheen. Ik ga er even appen wat het plan is. En dan gaan Ro en ik vanavond lekker uit eten bij Stan & Co. Dat zit hier ook in de passage. Daar hebben we toen onze eerste schooldag op het HBO, we daar met Jasmijn gingen we daar lunchen. En je kan er ook heel lekker avond eten. Dus dat gaan we vanavond doen. En ik heb een maskertje meegenomen. En Ro heeft ook een maskertje meegenomen. Dus het gaan we vanavond lekker opdoen en lekker filmpjes kijken. Ja, staat er.
Wij zitten bij Stam & Co. Lekker met z'n beiden. Okay. Hier om het hoekje zit dan zo de passage. Daar kom je naar uitlopen en dan kom je gelijk hier zo. Het gezellige pleintje. Ziet er echt heel schattig uit. Lekker chaperen. Ja, we hebben ons broodje alvast lekker gehad. We hebben ook een keuze gemaakt wat we gaan nemen. Ik weet niet waar. Rowen raad voor de chicken sticky. Sticky chicken. En de beef tataki. En dan nemen we de allebei de kipsaté. En de frietje. Dan zijn dit alleen de frietje. We hebben lekker thai chicken, toch heet dit? En wat was dit? Ja. En dit was sticky... Dit was sticky chicken. En dit was de thai chicken. Ik weet niet wat er bovenop ligt. Het zal vast heel lekker zijn. Lekker cosmopolitanetje. Frietje. Gyoza en beef. Het is heerlijk gegeten bij Stam & Co. We zijn nu nog eventjes de passage aan het lopen. We gaan nu lekker naar het hotel toe. We hebben een HDMI-kabel gekocht. En dan gaan we lekker filmpjes kijken. We hebben een maskertje gehaald. Echt zo mooi, hè? Ja, hè? Wat zijn het? Allemaal hoeden en petten of zo, toch? Het ziet er zo gezellig uit. Deze kant op moeten we, toch? Ja. Lekker naar ons hotel. We hebben een lekker maskertje opgedaan. Hier hebben we wat meegenomen. Kijk. Een klein masker. Neon vibes. En we probeerden dus... We hadden dus een HDMI-kabel gekocht. Ik weet niet eens waar die is. Oh, daar. Want we dachten, dan kunnen we de laptop streamen aan de tv. Maar dit past dus niet in je MacBook. Heel set. Dus we gaan nu gewoon. We hebben zelfs de oplader van onze telefoon hierin gedaan. Ja, echt. We hebben filmpjes gekeken, uitlegfilmpjes. Maar we gaan nu gewoon lekker op de laptop kijken, want die heeft gewoon meegenomen. Goedemorgen. Wij zijn heerlijk wakker geworden. Er werd vanmorgen opeens op de deur geklopt. Onze wekker ging om 9. En nou, ik denk 9:05 of zo, Ro. Ja. Werd er opeens echt zo. Echt best wel vaak. Ik kwam er opeens iemand binnen en zei: hallo? En ze zei: oh, sorry. Dus ik denk dat dat de housekeeping was of zo. Maar wij gaan nu lekker naar het ontbijt toe. Oké. Als je dus. Kan het raampje open? Nee, er zit een slotje. Ik weet niet of je het kunt zien, maar je kijkt hier dus precies uit op de passage. En ze hebben dus nu hier. Zie je dat? Ja, we hebben ze dus allemaal. Verloren hoedjes opgehangen. Die mensen dus kwijt zijn geraakt hier in de stad, in de passage. Hebben ze hier dus allemaal opgehangen. Dat zijn Madeliefjes. Dus dat is wel grappig. Maar goed, wij gaan nu ontbijten. Dan gaan we daarna ons make-up doen en zo. En tanden poetsen. En dan gaan we even de stad in. Het ontbijt was al voorbij. Ik heb Madelief geappt. Ze zeggen, wat? Vraag is hoe laat het was. Ja, tot 10 denk ik. Ja, inderdaad. Je had wel gelijk. Dus ja, vaak in hotels is ontbijt van 7 tot 10. Maar het liefst zei tegen ons, ja, het ontbijt is om 10. Dus wij dachten, oh, chill. Dan gaan we om 10 ontbijten. Maar goed, gelukkig hebben wij toch nooit heel veel trek in de ochtend allebei. Alleen doors, maar we hebben hier nog drinken liggen. Dus ik denk dat we ons zo gaan klaarmaken. Nou, ik hoef nog niet om 10 uur in de stad te lopen. Maar het is gewoon een vroege lunch. Ja. Toch? We kunnen gewoon om 12 uur lunchen. Ja. Dat is ook prima. En dan kunnen we daarvoor of daarna nog eventjes naar de Zara. Hopelijk hebben ze dat pak voor jou. Ja, en voor jou iets voor euro als je nog op zoek bent. Dus ja, wij gaan ons lekker klaarmaken. Nog even chillen. En dan gaan we zo de kamer uit. Heel mooi. Ja, we zitten nu bij Hop in de passage. Zie je daar ze staan. En we hebben lekker 3 warme chocolademelinkjes gekregen met slagroom. En we gaan zo meteen allemaal toetjes volgens mij proeven. Allemaal taartjes. Kijk even hoe lekker wat we allemaal hebben gekregen. Dit is hazelnoot met karamel. Cheesecake. Allemaal chocola. Dit is chocola met koffie, toch? Ja. En wat was dit ook weer? Kersen. Kersen? Ja, iets met kersen. Ik ben heel benieuwd. Ja, zijn die uit. Daar heb je ze allemaal staan op het bordje. Heerlijk. Echt heel veel hebben ze gedaan. Smikkel de smikkel de smikkel.
Ik ben over een tijdje terug. Ondertussen ben ik ook uit eten geweest met mijn vader Sam en Shanna bij Pavarotti in Kijkduin. Best een nieuw filiaal. Echt super mooi was. Was ook best wel lekker. En daar ben ik nu ook van thuis. Ik ben echt zo moe. En ik heb net een half uur geleden besloten om morgen toch naar Elro te gaan. Ik had dus geen kaartje. Hè? Want toen de kaartverkoop was, toen waren Keir en ik aan het solliciteren voor Ibiza om daar 3 maanden te gaan werken. Dus hadden we geen kaartje gekocht, maar we dachten, ja, we weten toch niet of we dan in Nederland zijn. En toen kwam er een bericht dat Elro misschien niet doorging. Zou het morgen heel dag gaan regenen? Het is helemaal Alkmaar. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon lekker niet. Maar goed, Keir moet morgen werken en al die meiden gaan wel. Dus ik dacht, ja, wat ga ik dan in mijn eentje doen op zaterdag? En het is ook een beetje het laatste buitenfestival volgens mij. Dus ik dacht, nou, ik ga wel gewoon. En de kaartjes stonden er nu voor 65 op Ticketswap. Dus ik heb net een kaartje gekocht. Van morgen naar Elro dus. Maar wij hadden ook nog wat geshopt. Bij de Zara had ik dit shirtje gekocht. Die vond ik wel leuk met die streepjes. Een beetje beige. Ik had er een beige broek ook onderaan en met het eten. Dus die heb ik bij de Zara gekocht. Die was volgens mij 15 euro. En in de passage waar we dus sliepen bij het Novotel, had je dus ook de bodyshop zitten. Dus daar hebben we ook wat dingetjes gekocht. Diana was ook nog gekomen. Diana is zusje van Rowan. We hadden aan haar gevraagd of ze het gezellig vond om met ons te lunchen. Dus die was ook mee lunchen. Die was ook mee naar de bodyshop. Maar hun spulletjes hebben zij natuurlijk allemaal al. Dus dat kan ik niet laten zien. Maar allereerst heb ik een body butter gekocht. Want mijn huid is echt oprecht na de vakantie. Mijn huid is na de vakantie zo intens droog. En Rowan heeft dus deze altijd. En die zei dat hij heel lekker was. En hij ruikt ook echt heel erg lekker. Ik heb net al een beetje gebruikt voor mijn armen te doen. Dus die heb ik gekocht. Ja, bij de bodyshop heb je natuurlijk echt super veel verschillende geuren en dingen. Maar ik vond de Shea het lekkerst ruiken. En daarvan heb ik ook de body mist. Die ruikt ook zo intens lekker. Het ruikt gewoon zo fris. Ik weet niet. Ik vind het echt heel erg lekker. Ik heb hem net ook gewoon door mijn kamer heen gespreid. Dus die. Dan heb ik de van de bodyshop vitamine E oogcreme. Want laatst zei Maria dus volgens mij op vakantie dat je eigenlijk vanaf je 21ste al anti-aging dingen moet gaan gebruiken. En ik ben natuurlijk 22, dus ik ben een jaar te laat. Maar toen zag ik dus dit met oogcreme. Weet ik het wat allemaal. Dus ik dacht, laat ik dat een keertje kopen. Dus weer zat hij niet scherp. Heel irritant. Ja, nu wel. Dus die heb ik gekocht. En dan nog 2 maskertjes. Ik denk dat ik er zo meteen even lekker eentje op ga nemen. Het is een Vitamine C Glow Sheet Mask. En vitamine C en vitamine E zijn altijd heel erg goed voor je huid. Ik heb natuurlijk een schoonspecialistenopleiding gedaan. En op stage hoorde ik altijd alleen maar vitamine C en E. En C, dus die 2. En toen kreeg ik er nog een tasje bij. Omdat we dus zoveel hadden uitgegeven. Met nog een maskertje van een serum, een sheet mask. En dat serum dus ook in een klein flesje. Super chill. En dan waren we nog eventjes naar de Primark gelopen. Want Rowan had daar een heel erg leuk glittertasje gezien die ze wilde hebben. Dus die heeft zij gekocht. En ik had nog even sokken nodig. Dus ik heb weer deze sokken. 3 setjes. Dat waren 4 euro. En ook in deze kleurtjes. Er waren 6 paar sokken erbij. En ze hadden dus weer hele chille pyjama broekjes. En ik slaap dus eigenlijk nooit in een pyjama. Altijd gewoon in mijn onderbroek en naakt verder. Maar soms is het wel lekker als jij bed komt om eventjes wat aan te trekken. Dus ik heb dit blauwe broekje. Die is echt super zacht. In 2 keer XS. Want dit valt echt bizar groot. Die was 4,50. En ook een licht roze. En die heeft een beetje een soort van ribbelstofje. Ik weet niet of je dat goed ziet. En deze was 5 euro. Dus dat was alles wat ik heb gekocht. En wat ik bij de bodyshop in de passage heb gehaald. We hebben echt een super gezellige avond gehad. Het komt echt heel erg leuk. Ik ga nu lekker mijn make-up eraf halen. Ik denk dat ik er een maskertje op ga gooien. Ik ga even kijken wat ik met mijn haar morgen ga doen. Want aan de ene kant wil ik er even leuke vlechtjes of zo in maken. Zeg maar zo naar achter. Maar aan de andere kant lijk ik dan ook echt een kind van 12, denk ik. Dus ik weet nog niet zo heel goed wat ik ga doen. Maar als ik vlechtjes ga maken, ga ik het niet wassen. Omdat het blijft mooier zitten als het een beetje vettig is. Ik ga even kijken. En ik moet echt een outfit gaan bedenken voor Elro. Want ik weet echt niet wat ik aan moet. Ja, ik heb een topje van Dagmar die ik mag lenen. Echt super lief. Een roze, heel erg leuk.
Nu denk ik mijn groene tas erbij. Maar ik weet gewoon niet wat ik eronder aan moet. Ik weet gewoon echt niet. Kijk, ik kan ook dit maken. Ik lijk dan echt een kind van 12. Nee, dat ga ik niet doen. Misschien iets van een knotje zo. Ik weet het niet. Of gewoon een vlecht met een hoed. Ook leuk. Ja, goed. Ik ga in ieder geval lekker mijn make-up eraf halen. Lekker maskertje opdoen. En lekker chillen de rest van de avond. Het is vandaag zaterdag. En ik had gisteren natuurlijk al gezegd dat ik weer te zwak was. En mezelf had laten overhalen om naar Elro te gaan. Dus ik heb me nu aangekleed. Taxi is er om 1:30 bij ons thuis. Dus al die meiden komen zo even naar ons toe. Ik had echt een superleuke outfit in gedachten. Ik ga het even laten zien. Ik mocht dit topje lenen van Dagmar. Die had ze nieuw van de Zara. Deze. Heel leuk. En ik dacht dan met dit rokje van Beep. Die heb ik vanmorgen opgehaald om te lenen. Maar hij is echt zo lang en te groot. Dus dat stond echt niet leuk. Dus ik natuurlijk heel erg gelijk helemaal stress. Maar ik denk dat ik wel een outfit bij elkaar heb gerapt. Ik heb mijn staart ingedaan. Dat doe ik echt nooit. Maar ik dacht, het wordt zo warm vandaag. Dus ik moet gewoon alvast een staart in doen. Dus die. Dus oorbellen van Tar Willeby. Willeby. Geen idee, winkeltje op Ibiza in ieder geval. Dan heb ik dit paarse topje van de Zara. Spijkerrokje van de Zara. Mijn zebra laarsje. Ik weet niet, als ik aan Elro denk, denk ik dus altijd aan dierenprint. Ik weet niet waarom. En dan doe ik mijn groene tas erbij. Dus ik dacht, nou, dit is op zich wel een leuk outfitje. Ik wilde eigenlijk ook eerst een hoed opdoen, maar dat wordt zo warm. Dus dat ga ik niet doen. Ik heb die oorbellen trouwens ook laatst in het roze gekocht. Misschien roze ook wel leuk. Groen is denk ik leuker. Biep wilde volgens mij wel die roze lenen, dus die neem ik wel eventjes mee. Maar zij en Zoe komen later. Want zij hebben dus eerst een baby shower van hun nicht. Zij komen later, dus die kan gewoon eventjes meenemen. Die gaan ook niet mee heen op de rit in de taxi. Die meiden komen dus zo meteen hierheen. Ik ga mijn camera niet meenemen, want ja, als ik dat ook nog in dat tasje erbij moet. Dus nou ja, goed. Ik ga wachten tot die meiden er zijn en dan gaan we naar Elro toe. Het is dus helemaal fucking Alkmaar. Echt tering ver. Maar goed, ik heb er op zich wel zin in. We hebben ook al van tevoren hebben we eventjes de drankjes gehaald bij de Albert Heijn. Kijk, ik heb flesjes cola gehaald en daar heb ik net Bacardi in gedaan. En we hebben nog allemaal soort stels dingetjes en Bacardi en zo. Zodat we dat alvast in de taxi kunnen drinken. Dat dat weer geld scheelt op Elro. Want festivals zijn altijd heel erg duur.